Want we gaan nu verder met de volgende finale. Dat is het koningsnummer. De heren, 100 meter vrije slag. Met in baan 8 Ben Schitter van de ZWC Amersfoort. Op baan 1 voor Edvo Luc Kroon. Op baan 7 van PSV Stan Pijnenburg. Op baan 2 Alexis Borisavljevic. Op baan 6 voor IJsman Leuven Aquatics. En op 6 voor de Vlamingen Alexandre Margoer. En op 3 voor de Dolfijn Bart Sommeling. Op baan 5 voor Vlaanderen Jasper Arends. Op baan 4 ook voor Vlaanderen Sebastien de Beulmeester. Nederland België. Dit is de finale, heren, 100 meter vrije slag. Veel spetters, veel draaien, veel beweging en de heren dichten elkaar. Eerste voorsprong hier in baan nummer 7 voor Stan Pijnenburg van PSV. Hij keert over 50 meter aan de lijn. 23.08. Hij is een 3/10 sneller dan Sebastien de Meulemeester in baan nummer 2. Derde positie voor Jasper Arends. En zo keren we voor de laatste keer is de voorsprong namelijk steeds voor Pijnenburg. Als we hier terugkomen naar de muur, de laatste meters. Dan worden de verschillen toch langzaam ietsje kleiner. Moet Pijnenburg daar volhouden. En dat houdt hij. Hij houdt die voorsprong. Laatste meters van Pijnenburg. En dan tikt hij als eerste aan in 47.81. Tweede tijd voor Ben Schietert en de derde tijd is voor Alexandre Marcour. Maar Luc Kroon, hij legt beslag op de bronzen medaille in 48.89. 47.81, Jos. Nou, dat is gewoon een mooie tijd voor Stan Pijnenburg. En hij heeft gedaan waarvoor hij kwam hier. Gewoon winnen. En dan is de tijd niet eens zo belangrijk, maar is natuurlijk wel gewoon een uitstekende prestatie van hem om hier de kroon te pakken op deze 100 meter vrije slag. Voor Ben Schieter, die ook weer lekker aan het teruggekomen is. En natuurlijk die bronzen medaille weer voor Luc Kroon in persoonlijke vorm 48.89. Zullen we weer met z'n allen eens even uit ons dak gaan met een heel mooi applaus voor deze winnaar.